iedereen wel netjes met zijn vork eet. En zo niet heb ik een lineaal in mijn achterzak en geen klein tikkie op je vingers. Ja. Verder niks, verder niks. Ja, dan sta ik dan in mijn eigen stad, in een resto van harten. Ik wist wel dat het heel goed was, maar zo goed als dit wist ik niet. Eten is verrukkelijk, ik heb net gegeten. Het zijn twee betaalde krachten, verder zijn we allemaal vrijwilligers en er komt hier van alles. Er zitten hier mensen die alleen zijn, eenzaam. Er zijn mensen met weinig geld en er zijn mensen met weinig geld en behoefte aan contact. En die zitten hier goed. Verder kwam ik Nel tegen. Toen dacht ik, dat kan ik. Tante Nel! Ja, nou, die kwam altijd bij mijn oma thuis, hier in Rotterdam. En het eet hier allemaal, het is halal. Dus je kan, wat voor geloof je ook aanhangt, kan je hier terecht. Heel goed om te zien hoe jong, oud en verschillend allemaal met elkaar doorcombineert. Nou, zeg je doorcombineren, zeg je Loes Luca. Zeg je ambassadeur van Resto van Harten. Vind jij het ook leuk om bij te dragen aan Resto van Harten? Kijk dan op restovanharten.nl en kijk wat jij kunt doen.